Met een Imperial Fleet zijn we Mon Calamari aan het aanvallen. We hebben het overgenomen. Of de ruimte dan. Even later kwam er een tegenaanval. En die zijn we nu, midden in het gevecht. Mensen vragen zich af, zullen we dit winnen of zullen we dit verliezen? Je zal dat gaan zien in deze episoden van Star Wars Empire at War. Hallo inwoners van een gamestad, ik ben Dr. NL en wat we vandaag weer gaan doen is, we gaan weer verder met, dus ja, let's play Empire at War of Empire at War Galactic Conquest. Dus alweer part 3 jongens. Waar we dus voor het laatst zijn gebleven is dus hier, we zijn dus hier gebleven. En we hebben dus hier een Imperial Star Destroyer, we hebben hier, nou Imperial Star Destroyer, dit is een Clash Star Destroyer ofzo. En dit is, we hebben hier een groot gevecht. En het is best wel spannend omdat we niet weten of we gaan winnen, ja of nee. En dit is gaan we vet, dus het is vet dat jullie mee gaan kijken. En we gaan even hier dus op klikken. En RuneScape. Oké, dit doe ik liever niet. Het is fucking spannend. Ik weet niet dat boven het dood gehad. Nou, lol. Lukt het dus op. It is going die. Target had maximum firepower. Ik vertrouw er niet zoveel. Ik heb niet zoveel geloof erin dat we dit gaan winnen, maar ik vertrouw het nog wel. Maar ik hoop dat we dit gaan winnen. Eentje misschien. Oké, dus we gaan in een tegenaanval, dat weet ik niet. Nee, oké, we zijn nu twee kapot. Dit wordt fucking spannend. Oké, volgende schip. Er is een kleine kans dat we dit gaan overleven. Ik weet niet hoe het zeker. Ik kan dus niet meer vluchten. Mijn bovenvet kan wel vluchten, maar ik vertrouw niet meer wat dat bovenvet dit gaat overleven. Godverdomme! Nee! Gewoon vluchten naar boven. Oké, hier zitten. I'm on the way. I'll be right there. I'm losing. Ty is reporting in. Attacking the lasers. Preparing for jump to light speed. Alsjeblieft, Boa, haal het. Alsjeblieft. Ik denk om floor heb. Holy shit, man. Tactical battle imminent. Fuck, holy shit. Ik ga een paybacken, ze moeten wegblijven bij mij. Oh, met deze drie schepen, ik ga ze gewoon helemaal paybacken. Awaiting orders, copy. I copy, reporting. Cruiser here. This pitiful force is preventing our assault on this system. Dispatch them so that we can secure orbit for the Empire. The enemy is approaching. Nou, our target priority is the laser cannons. Moet dood gaat hij. Direct fire on the engines. Oh, dit gaat nog echt een spannend potje worden. Misschien kan ik dit wel tot misschien 100 part 100 of zo door laten gaan. Hoe mensen kunnen niet meer vluchten. The lasers are our target. Our target priority is the laser cannons. The lasers are our target. We are victorious. Orders, sir. Oh. Construct. PlayStation. Eén houden we en
2 gaan terug. Terrors aanvallen. Tactical battle imminent. Ik mag ze allemaal niet. Serieus, echt wel. Van die vermoorders. Van die doders. Van die... Oh. Het lijkt best wel Coruscant op dat grond. Maar dit is Terrors. Terrors is een van mijn favoriete planeten in heel Star Wars. Vooral omdat het in KOTOR 1 zich afspeelt. Misschien vragen zich mensen wel af, ja, wat is je favoriete planeet in Star Wars bijvoorbeeld. Mijn favoriete planeet blijft en is Old Mantell. Dus waar de troepen in Old Republic zich afspeelt. En ik vind het zo fucking vet planeet. Gewoon hoe de cultuur is. Echt typisch mijn spel. Het is echt wat ik vet vind. Eentje is belangrijk, niet dat hij kan vluchten of wat dan ook. Hij probeert te vluchten, dat weet ik nu 100% zeker. Daar. Zo. Volgens mij is het de eerste strategiespel wat we gaan doen. Of wat is eigenlijk het gedaan op een GameStop? Ik weet niet zeker. Oké, dan gaan we vermoorden. Just kill it. Just kill it. Terugveroveren wat voor ons is. Hoe de fuck kan je vluchten? Oké, ja, we doen ook één van deze schepen. Ja, space station maken. En ze gaan vluchten of ik vertrouw niet meer op naar Kowat. Jij ook op mijn Kritin Kowat. En ik ga dus geen levitation doen. Ik ga dus met dit op naar Corban. En ik ga dus met hier ook dus naar Corban vluchten. Dus hier. 2, 3. Vluchten naar Corban of ik vertrouw niet meer zo. De Dark Sirius gooien we hier op deze planeet. Dit doen we ook zo. En de planeet zit een kamertje vol nu. En dan gaan we weer een gigantisch leger maken. Want hier, als we die 7 schepen hier nog hadden, dan hadden we gewoon dik vet gewonnen. Maar ik zit even het kamertje te kijken. Als we dus, we werden dus hier aangevallen hierboven, dat gaan ze sowieso nog een keer proberen. Dus als ik nou, moet dus een leger eigenlijk hier aan gaan maken, denk ik dan. Fondor, dat is best wel belangrijk, ook voor mij. Mon Calamari is belangrijk voor hun. Kijk wat hebben we hier. Ja, maar Mon Calamari is me niet gelukt nu op dit moment. Jammer genoeg voor je. Corban was mijn volgende planeet. Wat was de eerste planeet dat ik ook wil? Ik heb nog geen overgenomen. Nog geen landbattle gehad. Ik wil het liefst... Oh, dit gaan we sowieso overleven. Endor is best wel belangrijk voor mij. Bastine is ook best wel belangrijk, denk ik. Wat? No way. Nooit. Oh. En dan weer weg. Oké, dan gaan we wachten tot we klaar zijn met deze dag. En ja, dan gaan we de tech level omhoog, denk ik. Maar dat, ja. Denk ik niet. Dat is gewoon zo. Ja, deze planeet gewoon even volgooien met... Oh ja, de factory dinges, nog wat dinges. Als je snapt wat ik bedoel. Dus 50%. En dan even wachten nog een keer. En dan... Klik. Dan gaan we hier op klikken. Ik klik nog een paar dingen van deze en dan. Ja, dan. Wyland. Lijkt me op best een goede planeet. Even kijken, op planeet ook toernooi. Mon Calamari heeft een grote landschap waar je dus voor moet vechten. Oh. Construction complete. 9 schepen. Dit is mijn vloot tot nu toe. Maar ik wil mijn vloot sterker maken dan ooit tevoren. Ja. En ik weet sowieso van Hot dat daar zit dus Luke Skywalker en alles. Dat deed ik constant zeker. Als ze gewoon aanvallen met een groot leger of wat dan ook, moet ik voorbereid zijn om dit ding meteen naar een planeet toe te sturen waar ik dus bijvoorbeeld heb verloren. Ik vind dat belangrijk en ik vind het ook een beetje belangrijk om dus met jullie hardop te denken. En een beetje denken, ja, wat is verstandig en wat is niet verstandig en hoe moet dit en hoe moet dat. Want ik denk hardop en dat vind ik vet wat ik in deze serie ga doen. En ik vind het denk ik ook wel vet dat jullie gaan doen. Ik ga me een beetje stressen hier en ik ga dus, oh nee, maar ik vind het zo ontiegelijk vet om dit te doen.
gewoon dit spel. Ik speel het weer volledig. En ik ga binnenkort ook op mijn eigen kanaal doen. Alleen dan ga ik dat multiplayer doen. Ga ik multiplayer campaign doen. Dus dan speel ik het niet in mijn eentje. Dan speel ik het gewoon tegen dik vette rebels. Dus tegen een vriend van mij. Construction complete. Construction complete. Cruise online. Go what? Ja, moet ook beschermd worden, dat was vergeten. Training troops. Training troops, dus hebben we wat meer troepen hier beneden. Meer schepen. Want Kowat is voor mij best wel belangrijk, of als ik geen Kowat meer heb, dan moet ik of Mon Calamari. Als ik geen folder is ook best wel belangrijk voor mij, dus als ik Kido dit weer kan upgraden. Construction complete. Denk ik dan. Als mijn tag-ding geüpdate zijn, dan ga ik weer stoppen met deze part. En dan hebben we part 3 gemaakt. En dan ga ik denk ik ook stoppen met opname. Of ik ga gewoon verder, weet je wel. Want ik neem nu gewoon echt helemaal achter elkaar op. En ik vind wat ik bedoel. Ik denk dat ik Vondor ga ik weer zo'n uitbreiding doen. Station doen, Space Station uitbreiden. En dacht, ja, dan doen we dat. Kowat, laten we heel even... Corellia, Castle... Relivia. Oké, dat is wel belangrijk. Ik vind het allemaal wel belangrijk om je schepen en je space stations te beschermen. Of als je dat niet doet, dan heb je gewoon bijna 100% zeker. Wat? Hier zit ook, ook zo'n grote space station dat halve leven waarschijnlijk wel. Maar het is niet zeker. Als we met een heel groot leger aankomen, dan verliezen we 100% zeker. En dat willen we natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Verliezen? Ah, wie doet dat verliezen? Weet ik niet. Wie eraan verliezen doet. Of ik doe niet aan verliezen. En winnen. Dat is belangrijk voor mij. Zo. Cruiser online. Tech level is bijna geüpdate. Hier. Koop er nog één daarvan. Hoe duur kost die hier? Wat is er, staat er? 5% mission log updated. Your service to the Empire is noted. Your service to the Empire is noted where you continue to expand the rebels. I didn't like you to field test this new tech. Your tech level has been raised. I know. En dan moet ik deze gaan maken. En ik wil deze dus uitbreiden en dat duurt even. Moet ik heel veel wachten tot dit klaar is. Dan ga ik mijn space station uitbreiden. Oh, wacht, ik heb een nieuw. Vet. Zo. Wij hebben mijn favoriete trooper. Beginning construction. Denk ik. Ik gooi welke... Gooi deze weg. Deze gooi ik erop. Deze gaat dus richting Kowat. En gaat bij Kowat beschermen. Kowat moet ook een upgrading space station hebben. Troepers gaan op land. En ik wil dus deze gaan uitbreiden. Of ik wil dit even helemaal volgooien met allemaal Star Destroyers of wat dan ook. En hier Corsant is ook belangrijk. Maar ik denk dat dit weer was voor deze part. Ik hoop dat jullie hebben genoten voor deze let's play dan tot nu toe. Dat is tot part 3. Geef een likeje, druk even een duimpje omhoog, wat dan ook. Gewoon abonneer even op Ungamestad, abonneer op Darkstar.nl. En ja, ik zie jullie in de volgende part.